naar groep 3. Groep 2 is altijd heel fijn. Mark en Maartje spelen er vaak met elkaar. En ook met de andere kinderen. Ze spelen in de poppenhoek, aan de knutseltafel of in de bouwhoek. En in de kring vertellen ze verhalen. Ze spelen elke dag buiten met de karren. En ze spelen ook wel eens in de zandbak. Maar na de zomervakantie gaan ze over naar groep 3. Daar ga je lezen en rekenen, zeggen de grote mensen. Groep 3 is boven. Bovenaan de trap en dan rechtsaf. Door de ramen kan je zo op de speelplaats kijken. Oma, roept Mark opgewonden als hij 's morgens de school uitkomt. Hij vindt het altijd fijn als hij oma weer ziet. Vanmiddag dan gaan we op bezoek in groep 3. Ja, na de vakantie zal je bedoelen, zegt oma met een glimlach. Nee, echt, vanmiddag. We gaan een middagje op proef om het uit te proberen. Om te wennen of zo, heeft onze juf beloofd. Leuk toch, oma? Voegt Maartje eraan toe. Oma's die snappen er ook niks van, denkt ze. Stottert oma. Maar dan mogen we wel opschieten, want Mark moet eerst nog naar logopedie. Ze fietsen naar huis en de boterhammen zijn nog nooit zo vlug opgegeten. Gaan we al? Vraagt Maatje wel 5 keer. Dan stappen ze op de fiets en ze gaan naar school. Ga jij maar op het plein spelen, Maatje, dan breng ik Mark naar de logopedieles, zegt oma. Maatje huppelt naar het plein en gaat spelen. En Mark gaat naar binnen. Mark vindt logopedie niet leuk. Zo alleen in een kamertje met een aparte juf. Maar ja, tijdens de les hoort Mark de andere kinderen de school ingaan. Stommel de stommel, klets, klets. Daarna wordt het stil. Heel stil. De kinderen zijn vast al naar boven. Naar groep 3. En Mark? Hij zit nog steeds bij zijn logopediejuf. Zo, Mark, dat heb je goed gedaan, zegt de spraakjuf. Misschien zie ik je weer na de vakantie. Mark hoopt maar van niet. Mark zegt de juf gedag en gaat het kamertje uit. Op de gang van de school is het stil. Alleen bij de trap is veel gebonk te horen. Midden op de trap is een grote meneer aan het werk met een emmer en een hamer en een kwast. Hier kan je nou niet langs, knul, zegt de meneer als Mark de trap op wil. Maar ik moet naar boven, ik mag vanmiddag naar groep 3, meneer, legt Mark uit. De man wijst naar de trap en zegt met zijn zware stem: ja, je ziet toch dat alles met lijm is ingesmeerd. Ik ga een nieuwe vloerbedekking leggen. Je zal een half uurtje moeten wachten, dan is de trap pas klaar. Ja, maar, pruttelt Mark nog tegen. Maar dat heeft geen zin. Wat een pech. De klas zit boven en Mark kan er niet door. Wat nu? Dan krijgt hij een idee. Hij loopt naar de kapstok beneden en daar in de hoek, daar hangt de paraplu.
Hij gaat ermee naar het schoolplein. Onder het raam van groep 3 vloept hij de plu open. Heel langzaam gaat hij omhoog. Tot recht voor het raam bij groep 3. Juf, juf, buiten! Gillen alle kinderen door elkaar en ze wijzen naar het raam. Kijk, kijk! En ze wijzen allemaal naar Mark, die aan de plu voor het raam hangt. Opletten en allemaal naar het bord kijken, anders leren jullie nooit lezen, waarschuwt juf. Maar alle kinderen hollen naar het raam en gillen door elkaar. Mark, het is Mark, het is Mark, kijk! Wat krijgen we nou? Zegt juf stom verbaasd, als ze Mark ook in de gaten krijgt. Dat is Mark, juf, zegt Maatje. Hij was naar spraakles. Naar vliegles, zal je bedoelen, zegt juf met een brede lach op haar gezicht. Ze opent het raam. Mark stuurt de paraplu voorzichtig naar binnen en landt tussen de kinderen. Ik kom vanmiddag ook aan groep 3 wennen, zegt Mark heel serieus. Ik droom, zegt de juf. Ze loopt naar Mark, aait hem door zijn krullen en zegt lachend: als ik volgend jaar dan maar aan jou kan wennen. En toen werd er in groep 3 die middag nog veel meer geleerd en nog veel meer gelachen.